Hi schorpioen, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 48. En dat is van maandag 29 november tot en met zondag 5 december. Ik zal de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het schorpioen alsof er deze week een klein beetje twijfel is van wat wil ik nu eigenlijk. Ik heb het idee dat er best wel wat mogelijkheden zijn, maar je hebt eigenlijk bij alles een beetje dat je denkt, nou nee hoor. Nee, ik moet er voor mezelf even over nadenken. En ook al krijg je iets aangeboden wat je leuk vindt, het lijkt gewoon deze week alsof je eigenlijk niet voor jezelf helemaal weet waar je nu naartoe wil. Het kan ook gewoon zijn dat je misschien wat verveeld bent, dat er eigenlijk al zoveel leuke dingen zijn geweest of zoveel leuke dingen aan het doen bent, dat je voor jezelf hebt, ja, maar ik heb eigenlijk een beetje die uitdaging nodig. Hè? Dus ook al is het leuk, ik wil toch een beetje even wat nieuws hebben. En ik heb het idee dat je daar deze week even wat aandacht aan geeft. Het lijkt dus alsof er meer dan genoeg is, maar dat het vooral een nieuw stukje mag zijn. En vooral een stukje wat met je gevoel en je intuïtie te maken heeft. Je lijkt toe te zijn aan een bepaald stukje groei, maar dan wel een stukje wat voor jou echt helemaal nieuw mag zijn. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.